Tjubetjubetjoek. Een spel van Francis Verbreken. Regie Ad Leupler. Als je boven bent, je sluit je helemaal af. Je hebt je eigen wereldje daar. Is het niet? Wat wil je van me? Je bent hopeloos. Ik ben hopeloos. Ja, gauw toegeven, hè? Kan ik iets doen? Zitten. Ik dacht dat we gingen eten. Ja, dadelijk. Staat er al niks klaar? Ik ben bezig. Je hebt me te vroeg geroepen. Ga nou zitten of niet? Ja. Dat valt me niet, hè? Mag niet. Je bent altijd boven. Zodra je thuis bent, ga je naar boven. Ik vraag je hoe je dag was. Je komt niet onduidelijk. Ik vertel je hoe mijn dag was. Voor ik uitgesproken ben, hoor ik de deur al dicht slaan. De hele avond ben je daar. Gedurende de week en al je vrije tijd. Terwijl ik achterblijf. Ik zit in mijn eentje, steeds weer alleen, duimen te draaien. Binnenkort zal ik mezelf erop betrappen dat ik hardop denk. Het zal vreemd klinken in de stilte. Waarom hou jij jezelf dan niet bezig? Oeh. Luister naar muziek op de radio. Er is altijd al een gesproken woord. Ik weet het al. Lees een boek. Ik kan mijn aandacht er niet bij houden. Voortdurend bedenk ik me dat we ons ook op een andere verdieping bevinden. Maak vruchten in. Ik ben niet bekend met techniek. Hakenkleed. Ik heb een hekel aan kleden. Ik heb een nog grote hekel aan haken. Stay patience. Het solitaire karakter ervan zal me droevig stemmen. Beoefen yoga. Als gewild? Serieus. Door op een cursus te gaan. Waarom niet? Kijk niet. Ga vroeg naar bed. Ik zal hem liggen woelen. Jij wilt niks doen. Beken het maar. Ik wil dingen met jou doen. Wij zijn man en vrouw in de echt verbonden. Met jou te stemmen. Je zult moeten toegeven dat je gedrag eigenaardig is. Groei uit elkaar. Op een dag zie ik je binnenkomen en zal je niet herkennen. Wie is die man, denk ik dan? Dan zeg ik ben het je echtgenoot. Zou je dat doen? Ik betwijfel het. Ik denk eerder dat je zou zwijgen. Je zou het dan lang best vinden. Lekker rustig. Niet meer aan je hoofd zeuren. Ruikt goed. Probeer me niet te vermurren. Zou die kunnen? Dat heb ik niet gehoord. Nou, geef me je bord. Schep ik op. Ik zal niets vertellen. We hebben uitnodigingen gekregen in de loop der jaren. Daar ben jij niet van op de hoogte. Maar mensen inviteerden ons, kennen ze, voor gezellig samen zijn. Een drankje, een hapje, conversatie, de warmte van vriendschap. Dank jullie wel, maar helaas, moest ik altijd zeggen, wij kunnen niet komen. Mijn man heeft zo zijn bezigheden, die hem geheel in beslag nemen. Oh, natuurlijk, zeiden ze. Maar ze vonden het helemaal niet natuurlijk, gelijk hadden ze. Op de duur vroegen ze al zien, ze vergaten ons. Nu een adresseboekje dat onze naam doorschreef. Wij komen nergens toe samen. Je neemt me nooit mee uit. Er zijn veel theaters en bioscopen waarvan ik de binnenkant niet heb gezien. Ga nooit eens ergens eten. Ik zou stress toch wel willen bezoeken. Van het dineer met veel gangen genieten, uit een lange lijnlijst kiezen. Fluisterende obers naast me hebben. De sfeer van deftigheid proeven. Dat moest ik een keer doen. Ik zou van gans zijn. We leven maar eens. Misschien het dansen, hè? Zou je nog met me willen dansen? Zou je me bij de hand nemen naar de dansvloer brengen? Een strijkje speelt een oude melodie. Die zoete herinnering bij ons oproept uit de periode van onze kennismaking. Sentimenteel. Ik voel het gemis aan sociaal contact. Hoe het eruit? Tussen dingen te doen, mensen te ontmoeten. Andere vrouw had het niet genomen. Die was al lang op uitgetrokken. Die had
plezier opgezocht. Nou, ik ben geen andere vrouw. Jij mag jezelf gelukkig prijzen dat ik geen andere vrouw ben. Kijk je naar. Wat is dat op je hoofd? Op mijn hoofd? In je bed. Je hebt je bed nog op. Oh, ja. En die bed die je op hebt als je boven bent. Nou, wat doe je eraan? Je houdt hem niet op. Nee? Nee. Tijdens de maaltijd, zet hem af. Ik denk dat je bed op de tafel. Waar zijn je manieren? Ik heb hem afgezet. Je ziet dat ik hem heb neergelegd, gaat. Zet niet naar je bord. Ik wil de ding naar je bord. Of krijg je niet. Nou, weg. Dan moet ik hem laten. Ik wil hem niet zien. Kijk dan niet. Weg ermee. Ik hou hem op mijn schoot buiten je gezichtsveld. In orde? Ja, beter. Idiote bed van je. Oké. Nou, we kunnen eten. Eet ze. Ik wil dat je het opgeeft. Wat? Wat vraag je nog? Ik wil niet dat je naar boven gaat ooit nog een keer. De kans op die lange moet voorbij zijn. Waarom stoor jij je er ineens aan? Niet ineens, al langer dan vandaag. Dat wist ik niet. Je verkoos het niet te weten. Denk je? Ik deed van alles om het knus te maken. Ik brandde de kaars, ik schiette de kussens van de bank. Mijn humeur was op zijn zonnigst. Ik gebruikte een duur parfum. Maakte niets uit. Elke avond werd al snel onrustig en verdwenen. Ik kon je niet beneden houden. Mijn ergernis wordt groter. Is het ergernis? Ja. En ik heb een besluit genomen. Je loopt hard van staat. Er moet een eind aan komen. Dat kan je niet van me verlangen. Ik eis... Alsjeblieft. Het is het enige wat ik heb. Enige wat je hebt? Je meis? Wat bedoel je het enige wat je hebt? Alsjeblieft. Je dreint. Pak niks van me af. Je kan niet doorgaan met waarmee je bezig bent. Het is niet juist. Ik kan niet anders. Spijt me dat ik het zeg. Je moet niet. Maar het is niet normaal een volwassen man die treintje speelt. Een volwassen man die treintje speelt. Nee. Jawel. Ja. Dat doe je boven. Je speelt treintje boven. Met een pet op je hoofd. Wie speelt een treintje met een pet op zijn hoofd? Wie, oh wie? Ik. Ja. Jij speelt treintje met een pet op je hoofd. Allereerst de keer dat je deed was op een avond. Je ging naar boven, kwam niet terug. Ik riep onder aan de trap en je bleef, je antwoordde niet. Ik liep de trap op, je was in het kamer. Ik hoorde dat je bezig was, je voerde iets uit. Wat het was, stelde me voor een raadsel. Met mijn bangdoende. Was je bang voor mij? Verplaats je in mijn situatie. Wat moet een vrouw denken als haar man achter een dichte deur op vreemdsoortige manier in de weer is? Ik kon slechts tot één conclusie komen, hoe banaal die me ook voorkwam. Je beelde een rijdende trein uit. Ik schrok ervan. Ik ging zachtjes naar beneden, de zon ging onder. Pas laat die avond kwam je de trap af. Verfrist naar het scheen. In ieder geval met een tevreden glimlach. Ik vroeg je wat je uitgespookt had. Weer antwoordde je niet. Ik vroeg niet verder. Ik vermoed dat ik het eigenlijk niet wilde horen. Steeds vaker gebeurde het. Steeds langer bleef je boven. En steeds stond jij voor het kamertje te luisteren. Nee, zo. Dat was stiekem. Ik moest weten wat er gaande was. Ik kwam erachter. Langzamerhand kon ik me er een beeld van vormen hoe alles in elkaar zat. Je slippelt trajecten uit. Dat weet ik. Ik ben degene die je doet. Je rijdt van Amsterdam naar Rotterdam bijvoorbeeld. En weer terug. Retour heet dat. Ja, ik weet hoe het heet. Je reist toch verder. Het ganse land door. Kriskras, je komt overal. Je hebt al aardig wat kilometers afgelegd. Je houdt je nog keurig aan de regels. Stopt voor welkom veilig zijn. Je verricht alle noodzakelijke handelingen. Soms ben je een stoptrein, soms een intercity. Op zaterdag vaak een internationale express, compleet met restauratiewagen en slaapcoupés. En dan ben je 's nachts onderweg. Als ik wakker word, vind ik je niet naast me in bed. Je bent ergens ver weg over de grens. Frankrijk, misschien Zwitserland. Door besneeuwde bergen rijd je door tunnels. De loop van de zondag keer je terug, uitgeput van de ruk. Het is niet zo triest, dat zou ik jaloers zijn. Je ziet wat van de wereld, jij.
Andere keren ben je een vrachttrein. Eentje die tientallen zware goederenwagons achter zich aansleept. Die denderend over de rails gaan. Waar mensen minutenlang voor de overweg moeten staan. Een zware, robuuste trein. Ja. Neem het niet kwalijk, maar vind je niet dat het te ver gaat? Er zijn mannen die een spoorbaan op zolder hebben. Met stationnetjes, treinwachtershuisjes, wisselzuigen, viaducten, boompjes, beestjes. Anderen verzamelen schaalmodellen van oude locomotieven. Weer andere afbeeldingen van oude locomotieven. Er is nog in te komen, nog aanvaardbaar. Maar het doen alsof je een trein bent. Dood, ernstig, fanatiek. Gaat dat niet te ver? Ik ben ruimdenkend. Niemand kan het tegendeel beweren. Ik gun je een hobby, maar dit. Ik heb altijd bij de spoorwegen gewild. Als kleine jongen. Dat was mijn droom, mijn grote wens. De meeste kleine jongens willen treinmachinist worden of piloot bij de politie gaan of bij de brandweer. Daar gaan we eens overheen, normaliter. Ik was enkel geïnteresseerd in treinen. Bezet is het woord. Die andere beroepen leken me niets. Nooit aan het avontuurlijke bestaan van vliegenier gedacht zelfs. Aan de spannende belevenis van politieagent, aan de reddende taak van brandweerman. Nooit. Opmerkelijk. Niet alleen toen ik jong was, ging mijn belangstelling naar treinen uit. Later ook. Sommige mannen blijven jongen. Zijn vrouwen die beweren dat alle mannen jongen blijven. Probeerde bij de spoorwegen te komen. Je was geschikt kandidaat, dat moet ik zeggen. Maar bij de keuring bleek ik kleurenblind. Weet je dat je kleurenblind kan zijn zonder het te beseffen? Zonder er last van te hebben. Dat anderen erbij moeten ontdekken. Het is niet zoals het hebben van slechte ogen. Ziet u dat bord op 50 meter afstand of iets dergelijks? Nee, het is geraffineerder. Ze toonden me figuren. In die figuren waren andere figuren. Die zag ik niet. Volgens mij waren ze er niet, maar ze zeiden van wel. Ik ken het verhaal. Ze zeiden van wel. Ja. Betekent dat u kleurenblind bent, legt ze uit. Ze wees me af. Ze wilden me niet hebben. Weggestuurd hebben ze. Goede ogen zijn essentieel in het beroep. Ik kon geen auto meer gemaakt worden. Goed gemotiveerde sollicitant als zij hadden ze uitstekend kunnen gebruiken, maar ze moesten aan veiligheid denken. Veiligheid is een groot goed. Je zou ongelukken veroorzaakt kunnen hebben. Misschien. Je zou niet de veroorzaker van een treinramp geweest willen zijn, toch? De dood, verwonding en of verminking van weerloze passagiers, waarom de vrouwen en kinderen op je geweten gehad willen hebben. Nee. Het geluid van schreeuwen over elkaar heen schuivende treinstellen. De stilte daarna en dan het gejammer van de gewonden zou je eeuwig blijven achtervolgen. Ik neem nog een aardappeltje. Geluk dat je toen bij de man van een oude schoolvriendin van mij in de zaak kon komen. Een geluk? Nauwelijks. Hij bezorgde je een prachtig gebouw. Ik kon gaan boekhouden voor hem. Terwijl je diploma er nog niet eens had. Gedwongen werd ik om het te halen. Dat is een eerlijke betrekking. Cijfers. Altijd cijfers. Die heb je nooit dankbaar getoond. Verdrietige kerel dat hij is. Ik heb hem nooit gemogen. Hij stopte me ver weg. Een vertrek achteraan in zijn kantoorkolos. Ondank is werelds loon. Hij deed het voor jou. Of liever gezegd voor zijn vrouw. En die deed het dan weer voor jou. Hij toonde bij me op aan om mij een baantje te geven. Althans, dat deed je bij haar. En zij weer bij hem. Is zo niet gegaan? Ik moest iets doen. Achter mijn rug om? Als ik had moeten wachten totdat jij het initiatief zou nemen, dan wacht ik nou nog. Nou, ik ben niet dat het makkelijk voor me was bij een man van de oude school vriendin te moeten aankloppen om hulp. Zo dik was ik helemaal niet met haar. Er waren meer klasgenoten dan vriendinnen en hem ken ik nog minder. Ik moest bij hem komen. Hij was niet prettig. Hij vroeg zich openlijk af of jij ooit voor mij zou kunnen zorgen. Was het vernederend? Pedo de zure appel in. Smeekte je? Scheelde niet veel. Ik heb wat gemist. Het is erg eenvoudig om ermee te spotten. Maar wat had je toen de tijd zonder mij moeten beginnen? Moest een geldvriend worden. We zouden gaan trouwen. Slaap- en woonkamerameublementen gekocht. Die moest uitbetaald worden. Wat andere kosten. We moesten eten. Jij wilde je er niet bij neerleggen dat de spoorwegen je niet konden gebruiken. Begrijpelijk dat je teleurgesteld was maar om bij de pakken neer te gaan zitten. Ik snapte dat het moeilijk was. Ik had het echt niet te doen, maar een mens kan dikwijls niet krijgen wat hij hebben wil. Zo gaat het nou eenmaal. We krijgen allemaal teleurstellingen te verwerken. Jij bent niet de enige. Dat dacht ik toch zeker niet? Het hoort erbij.
We moeten ervan leren, het wapent ons. Bij volgende gelegenheid komt het minder hard aan. Geen levenslessen, s'il vous plaît. Ja, had je er flinker doorheen kunnen slaan. Maar nee. Je had andere interesse kunnen ontwikkelen. Maar je was zo verdraaid eenzijdig. Toen ben je begonnen met je rare tijdverdrijf. Eerst was het nog tamelijk gematigd. Een rustig lijntje om het zo uit te drukken. Enkel spoor, een boemel. Daar ging je. Door de weilanden met een klein roepluim en een stompfluit. Een stompfluit. Die gaat van... Stuk vlees? Niet praten. Doe iets, kom op. Hoest het uit je luchtpijp. Niet praten, hoest het eruit. Ik ga dood. Niet voor je tijd. Ik moet niet denken. Ik kan niet denken. Je loopt rood daar rechtop, niet voorover buigen. Steek je arm in de hoogte. Geef je longen de ruimte, hè? Doe wat ik zeg. Merk je? Het klopt. Ik had me gewoon laten stikken. Ik kwam niet door. Ik gaf advies. Geen vinger. Ik bleef kalm. Aan paniek had je niet gehad, zeg maar zelf. Hoe voel je je? Gaat wel weer. Het was je bijna fataal geworden, hè? Jojo lijdt om mij. Maak er geen grapje over. Jij maakt er een grapje van mij. Je beledigt me. Je bent elkaar gezwaaid. Het is een vlucht, dat spel van jou. Vlucht uit de werkelijkheid. Vlucht ook van mij. Wat zeg je? Ja. Wees man genoeg om me toe te geven. Je bent uitgekeken op me. Hoe kom je erbij? Vind je me aantrekkelijk dan? Mijn lichaam nog altijd goed gevormd. Niet veel rimpels, ook niet onder het genadeloze licht van de lamp. Is mijn huid overal even strak? En hier vooral? Spreek vrij uit. Luister je eigenlijk? Ja, schat. Leugenaar. Beste jaar van mijn leven gaf ik je. Dat heb je niet van jezelf. Ik kan je niet behagen. Vind je niet op. Je verlangt niet naar me. Je hebt geen aandacht voor me. Je ziet me niet. Wel waar. Je ziet het niet dat ik bij de kapper ben geweest. Ben je bij de kapper geweest? Je ziet het niet als ik iets nieuws aan heb. Heb je iets nieuws aan? Kan je niet schelen hoe ik eruit zie? Of wat ik doe? Ik sloof me voor je uit. Ik sta overal alleen voor. Je doet niks in het huishouden. Wanneer heb je voor het laatst met de vaat geholpen? Wanneer heb je voor het laatst de vuilnis aan buiten gezet? Het is zo lang geleden dat ik me afvraag of je het ooit hebt gedaan. Jij bent makkelijk uitgevallen, jij. Dat is het. Je verwacht dat alles voor je gedaan wordt. Er wordt voor je gewassen, gestreken, schoongemaakt. Ik was, strijk, maak schoon voor je. Je bent heel normaal. Ik weet hoe het komt. Je was het gewend van je moeder. Dat mijn moeder wilde buiten. Zij wekte zich uit de naad voor je. Ze liep achter je aan om je rommel op te ramen. Ze deed alles voor haar enig kind. Gruwelijk verwend heeft ze je. Klaar? Je was haar lieveling. Goed. Mami's lieveling. Wie was mami's lieveling? Wie of wie? Niet weer. Jij. Ze nam je alles uit handen. Ze stond niet toe dat je iets deed en dat deed je dan ook niet. En dat is nu nog het geval. Je maakt nooit het gras om maar zo wat te noemen. Zet knieën hoog in de tuin. Volgende week zaterdag doe ik het, zeg jij elke zaterdag. In de badkamer zit al maanden tegenlos. Ik hoop de dag te beleven dat je een was zet. Het huis moet opnieuw behangen worden. Het is een schande hoe de wanden eruit zien. Kijk om je heen, het hangt erbij. Ieder ander had er al lang niet aan gedaan. Ik denk dat er een mandje zou moeten komen. Gaat heel wat kosten. Ik heb alleen interesse voor dat pijnige gedoe van je. Je wilt met niets anders te maken hebben. Ha. Het is een vlucht uit de werkelijkheid. Zoals andere alcohol of drugs gebruiken. Je zou een dokter moeten consulteren. Je bent verslaafd aan je eigen fantasie. Het neemt gevaarlijke vorm aan. Jij hebt jezelf niet meer onder controle. Misschien kan je nog gered worden. Al zal een speciale behandeling wenselijk zijn. Alles met betrekking tot pijn zal uit je gedachten verbannen moeten worden. Een radicale therapie. Hij zit voor jou te staren. Waar denk je aan? Wat gaat er op in je hoofd? Je sluit je af.
Je bent als in trans. Kon ik er maar uitpraten met iemand? Ik ga niet weten met wie. Als ik iemand in vertrouwen kon nemen, dan zou ik niet geloofd worden. Aangesproken en zo menen dat ik hem tot de mouw stel, dat ik een klap van de molen, wie gaat dat? Verder leven met jou op deze manier kan ik niet meer opbrengen. Er moet verandering komen. Ik wou dat je de ernst van de situatie inzag. De grens tussen werkelijkheid en fantasie is heel vaag. Wat nou? Je houdt het niet voor mogelijk. Dat doe ik inderdaad niet. Er is geen duidelijke scheidslijn. Die zijn wel degelijk. Nee, ik heb het al ondervonden. Het enige dat je moet doen, is ervoor openstaan. In het beginstadium verbaasde ik me erover, maar ik liet me gaan. Dat was een daad van zwakte. Toen was het geweldig. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Kost niet veel moeite. Je probeert me mee te slepen, ik heb je door. Ik zal het echt vechten. Iedereen kan het ervaren. Ik niet. Ik ben met beide benen op de grond. Ik ben een nuchtere vrouw. Als je de stap genomen hebt, is alles zoveel eenvoudiger. Je praat als een aan de deur verkoper. De wereld is anders aan de andere kant. Het beloofde land. Neem je kans waar. Je bent niet goed. Ik krijg je hand, mijn uitgestoken hand. Nou, dit soort gepraat, luister ik niet. Verzet je niet. Ik breng de borden naar de keuken. Ik ben op van de zenuw. Weet je niet wat je me aandoet, hè? Je maakt een wrak van me. Wat moet ik met jou? Je maakt het dubbel, ik kan het niet langer velen. Hoe ver moet de loyaliteit van een vrouw voor een man gaan? Waar ligt het punt? Waar ze kan stellen, tot hier en niet verder. Heb ik dat punt al bereikt? Ik zou het kunnen voorleggen aan de probleemrubriek van het damesblad. Mijn echtgenoot vereenzelvigt zich met een trein. Wat moet ik doen? Getekend bezorgde huisvrouw. Dat zal de redactie aanleiding geven tot een bedankte lachpartij. Dat heeft ze nog nooit meegemaakt. Hoe laat is het? Verlaten. Ik pak een kop, hoofdloop, spulletjes in en verlaat. Het is tijd. Waarheen? Ik zou moeten gaan, dat weet ik niet. Mijn aanwezigheid is elders vereist. Ik weet niet dat ik ertoe zou kunnen gaan. Sterker, ik weet dat ik je niet zou kunnen verlaten. Waar ga je naartoe? Naar boven? Ik sta niet op. Blijf. Sorry. Het dessert. We hebben het dessert nog niet gehad. Ik wil niet. Tuurlijk wil je wel. Nee, vanavond niet. Ik haal het. Niet voor mij. Even deze bord. Nogmaals, niet voor mij. Een maaltijd zonder dessert is geen volledige maaltijd. Dus ga je niet van tafel voordat je het gegeten. Dus niet. Nee, ik moet weg. Ik zal niet in mijn eentje aan het dessert zitten. Ik denk toch dat het ervan komen zal. Je plaats is beneden, bij mij. Is je pet op? Je bent vast besloten. Ik ga op reis. Zeg dat niet. Ik vertrek gauw. Je bent geen trein. Je bent geen trein. Ik moet precies op tijd weg. Bij vertraging loopt de dienstregeling in het wonders. De rails wachten op me. Blik in je ogen. Ik kan het niet laten gaan. Je zult er moeten. Ik kom deze kamer niet uit. Het kan zo gezellig zijn. Wij twee. Wat ik je opzij duwen? Geef ons een kans. Mijn droom. Mijn was een droom. Kan. Ga dan. Kan het van schelen. Waar is mijn kruis? Ik ben een idioot. Kom terug. Geef af dat jullie terugkomen nu meteen. Dit is de laatste keer. Ik ben hier. Zie er naar uit. Wat betekent dat? Dat ik hem voorgoed kwijt ga. Wil ik hem verliezen? Diep nadenken. Nee. Ik kan niet zonder hem. Het is of een leven zonder hem, of een leven met hem. Je bent gekomen. Kom dichterbij. Ik wil niet alleen zijn. Jij hebt eraan toegegeven. Ja. Mooi. Ik begreep dat als ik bij jou wil zijn, ik mijn tegenzin moet overwinnen. Ik wist dat je zou komen. Je was er rijp voor. Na zo'n lange tijd. Ik sta ervoor open. Ik doe mijn best. Neem me mee
Nee, ik wil niet achter hem blijven. Zeker, neem ik je mee. Ik weet niet wat me te wachten staat. Aan de andere kant. Je hoeft niet bang te zijn. Wat moet ik doen? Het wijst zich allemaal vanzelf. Ben je gereed? Ik ben gereed. Dan vertrekken we. Alles goed? Ja. Daar gaan we. Daar gaan we. In Tjoeke 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 Tjoeke, een spel van Frans Verbeek, hoorde u Gerrie Mantel als de vrouw, Hans Kersenbarg als de man, regie Ad Leupler.